Het gaat de laatste tijd weer een klein beetje beter met de dames van Fles 1. Er wordt af en toe een leuke pot volleybal op de vloer afgeleverd. En tegen Vanilla VC ging het zelfs heel goed, ondanks 3-0 nederlaag. En ook in Ommen kon niet voor een stunt worden gezorgd. Terwijl de grootste concurrent Roosendaal zowaar wel voor een stunt zorgde tegen VVC. En daardoor wordt het tijd dat Fles een wedstrijd winnen. En hier worden de tegenstanders voorgesteld. En dat zijn de dames van Sliedrecht Sport. En het zal geen gemakkelijke middag worden, want Sliedrecht Sport staat op een verdienstelijke zesde plaats in de competitie. En dit is een van de laatste thuiswedstrijden van de dames van Fles. Op het moment dat u naar deze uitzending kijkt, spelen de dames uit. En de week erop, dus begin maart, spelen ze hun laatste wedstrijd in de Parkstadhal. En laten we met elkaar eens eventjes richting de Parkstadhal gaan om de dames van Fles te ondersteunen om vooral die laatste plaats te verlaten. Maar we gaan even kijken naar een leuke pot volleyballen. En in de Parkstadhal zien we dus echt top volleybal. Want Fles Dames 1, eventjes voor degene die het nog niet wisten, spelen wel eventjes in de allerhoogste klasse van de Nederlandse Volleybalbond. En Fles mag beginnen met de opslag. Dat begint lekker. De eerste punt is binnen. En het gaat er nu maar om wie heeft zijn zenuwen het eerste in bedwang. Want voor Fles staat er wel wat op het spel. Want een achtste plaats betekent een eerste thuiswedstrijd in de play-outs. En dit is het eerste punt voor Sliedrecht Sport. En hier zien we Liane Okhuizen met de serve voor Sliedrecht Sport. Goed geblokt door Fles Dames. En nu opnieuw de aanval opzetten. En dit is weer een punt voor Fles. Maar Sliedrecht Sport, ja, die liet zich niet naar de slagbank voeren. En hier een prachtige punt voor Fles Dames. En hier mag Josien Lamijn serveren voor Fles. Een goed blok. En nu opnieuw. En dat is, ja, dat is dus toch echt pech hebben voor Jessica. Hij kwam net tegen de rand van het net aan. Maar het betekent wel een puntje voor Sliedrecht Sport. En ook Sliedrecht mag nu dus gaan serveren. En dat was eventjes niet opletten bij de dames van Fles. Of men was te overgeconcentreerd. Maar soms had je het idee dat ze net overal eventjes te laat bij waren. En dit is een serve van Jessica Lamijn. En u ziet het, ze springen met te veel mensen naar een bal.
De coördinatie was eventjes weg. Maar toch gelukkig weer een puntje voor Fles. En zo ging het op en neer. De ene keer stond Fles voor, de andere keer ging Vliedrecht er met de puntjes vandoor. En weer een puntje voor Fles. En Jessica mag nog steeds serveren. Het gaat lekker. En hier hebben ze een klein beetje geluk tegen het net. Maar dan via een speelster van Sliedrecht Sport ging de bal buiten de lijnen. En nu geconcentreerd blijven. En dat bedoel ik eventjes... Te laat gezien dat de bal direct werd gespeeld. En Sliedrecht mag de serve overnemen en liep weer een puntje uit. Maar de dames van Fles lieten zich niet kennen en vochten voor wat ze waard waren. En hier mag Karin Houwing de serve overnemen van Sliedrecht. En daar... pikten de dames van Sliedrecht toch heel veel puntjes door heel snel op de aanval te gaan spelen. En de dames van Fles kregen dat eigenlijk niet volledig in de hand. En deze bal ging wel uit, maar via een speelster van Fles. En Fles heeft de aanval van Sliedrecht weer opgevangen en beantwoord en mogen nu zelf serveren. En u zag net Sabrina Scholten serveren. Maar de bal ging helaas uit. En ook deze gaat uit. Dus de opslag is weer terug bij Fles. Bij een stand van 11-11 in de eerste set. En dat was Marije Smulde die serveerde. En die had... misschien wel uitgegaan. Maar gelukkig, de punt is toch weer bij Fles. En Fles neemt een kleine voorsprong van 12-11. En Marije mag nog een keertje serveren. En dit is een foutje bij Sliedrecht. Een technische fout bij Sliedrecht Sport. En... Fles loopt zowaar uit naar 13-11. Zou er dan toch nog mogelijk zijn? Zou er een verrassing in zitten? En hier is eventjes Marije niet bij de les. En dat wordt door de dames van Sliedrecht direct afgestraft. Voor het damesvolleyballen, want lange rallies zie je echt veel in het volleyballen bij de dames. En dit is Josien Lamijn die voor Fles weer mag opstaan. Maar Sliedrecht zit er met hele snelle aanvallen direct weer bovenop. Opgevangen en nu. Het was niet zuiver genoeg geplaatst. En deze bal ging helaas voor de dames van Fles. Liedre krabbelde langzamerhand terug. En Mateke van der End mag voor Sliedrecht serveren. Goed opgevangen door Sabrina Hinksman.
Een heel goed blok van Sliedrecht. En Sliedrecht komt op voorsprong in de eerste set. En trainer Halsema ziet het aankomen en neemt eventjes een time-out. En Fles sloeg de aanval van Sliedrecht af en Jessica mag gelijk weer serveren. Proberen dichterbij te komen, want Sliedrecht staat een paar puntjes voor. En ja, dat is net weer niet goed. Het scheelt allemaal een klein beetje, maar de bal wordt eventjes verkeerd opgevangen. Even te laat naar de grond. Ja, en zo loopt Sliedrecht in een heel kort moment 2 punten uit. En dit was weer een heel mooi opgezette aanval van Fles en wordt beloond met een puntje. En Karin Houwing mag dus proberen Fles dichterbij Sliedrecht Sport te brengen. De serve is goed, een nieuwe goed blok en dat is helaas, ja, Sliedrecht slaat er voorbij. En dit ook eventjes wijvelen en dan is de snelheid gelijk tot een aanval uit. En dat is een keiharde smash van Sliedrecht. En trainer Halsema probeert het nog één keer om de meiden met het koppie erbij te krijgen. En u zult zien, het moet ook, want ze staan met 16-21 achter. En ook hier weer met 2 man na de bal. En ja, dat is toch eigenlijk niet nodig. Het moet niet zo zijn. En nu opzetten. Snelheid in de aanval brengen. En dit is weer een puntje voor Fles. 17-21. En Ineke Heidekamp mag serveren. Mag proberen om Fles dichter bij Sliedrecht te krijgen. En dat is weer een puntje voor Fles. Dus heel langzaam komen ze dichterbij. En ook het publiek begint zich nu te roeren. Ze hebben in de gaten dat er misschien een verrassing in zit. En jammer. Sliedrecht heeft het goed gezien. Die bal ging uit. En dit is een opslag van Brechtje Brekelmans van Sliedrecht. Nog 3 punten voor Sliedrecht. Ja, en dat zijn de klappen. Hier heeft Sliedrecht geluk. Want dit was echt een mooie aanval. Ook weer. Lekker fel op de bal. Snel spelen. En dan, dat levert de punten op. Maar dat soort aanvallen krijg je alleen maar als je zelf veel zelfvertrouwen hebt. En dat ontbrak er soms een beetje bij de dames van Fles.
dit was een prachtige smash van Marije. Die ook gelijk mag serveren bij een stand van 20-24. Dus het mag niet fout gaan. Daar is het wapen van Sliedrecht. Een bekeken balletje over de verdediging van Fles. En het werd 20-25 verlies in de eerste set. De dames van Fles zich weer op te laden voor een goede tweede set. Proberen die punten in Veendam te houden. En dit is het begin van de tweede set. En de eerste set mocht Fles opslaan, dus in dit geval beginnen de dames van Sliedrecht. Goed opgevangen. En ja, een klein misverstandje direct in de eerste set. En het is 1-0 voor Sliedrecht. En het zijn toch echt rake klappen hoor. Maar de dames van Sliedrecht stonden goed opgesteld. En dit is ja, een klein beetje een gelukkie hoor. Maar maakt niet uit, een puntje voor Fles. En Sabrina Scholten mag weer serveren voor Fles 1. En zowaar, ze komen weer op voorsprong in het begin van de tweede set. Dus ja, het is eigenlijk wel mogelijk. Er zitten kansen in, alleen je moet ze even benutten. En we hebben even een sprongetje gemaakt in de tweede set. En u hoort het aan het publiek. Het publiek is nog rustig. Het is weer een prachtige smash. Geweldig. Zoals die bal door de helft van de tegenstander snijdt. Goed opgevangen. En weer een klap. En Ineke Heidekamp is er net weer eventjes te laat bij. En zo gaat het hard. Sliedrecht heeft de smaak te pakken en Fles heeft maar geen antwoord op het spel van Sliedrecht Sport. En er speelt natuurlijk een rol dat je dus achter staat en dat je zo graag wilt winnen. Dat je zo graag je publiek iets wil laten zien. En dan ja, wordt er ongeconcentreerd gespeeld, de ballen gaan uit. Je bent net eventjes te laat. En ja, je tegenstander is natuurlijk gewoon goed. En dat zien we ook in deze fase van de wedstrijd weer. Ze zijn praktisch niet te passeren. En dan komt er weer zo'n keiharde smash. Alleen deze ging uit. En het was dus een puntje voor Fles. Maar Hans Halsema, de trainer, zag het aankomen en riep nog eventjes weer de dames bij zich om nog even weer een kleine tactische aanwijzing te geven om toch maar vooral te zorgen dat ze dus het koppie erbij hielden. En u ziet, de tribune is redelijk vol, maar er kan natuurlijk veel en veel meer bij. We pakken hier de strijd weer op en Sliedrecht Sport slaat de bal uit en Fles mag weer serveren. En Jessica, een goede serve in huis. Ook hier draait hij eventjes weg en dat levert weer een puntje op. Ze kunnen het wel, maar het levert zo af en toe net eventjes op beslissende momenten. Dan is het er net niet. En dit was zo'n momentje. Ja!
Het was moeilijk om het blok van Sliedrecht Sport te passeren. En dit was weer zo'n snelle aanval. En dan is Sliedrecht Sport te pakken. Maar de dames van Fles deden dat te weinig. En Karin Houwing maakt dus eventjes plaats voor Ineke Vredeveld die hier gaat serveren. En dit ook. Net geluk, net via een handje. Ik heb even de slow motion beelden erbij gekeken. En het was inderdaad een handje van een van de dames van Fles die voorkwam dat de bal op de grond kwam. En dan een beslissing van de scheidsrechter in het nadeel van Fles. Maar de dames pikken dat keurig netjes op en proberen weer een punt te maken. Maar Sliedrecht is eigenlijk net eventjes te sterk vanmiddag. En hier volgt ook weer zo'n typisch voorbeeld. Het ging allemaal net niet. In plaats dat die bal er nou net eventjes over gaat, komt ze er nog net aan. En is het, ja, toch maar weer een time-out. Het zat allemaal een beetje tegen vanmiddag. En trainer Halsema denkt van, ja, er moet wat gebeuren. Dus hij had Josien Lamai naar de kant. En Monique Boer neemt haar plaats in. En misschien dat het nu lukt. Deze bal ging in ieder geval uit en Fles mag serveren. En die werd uitgeslagen, maar de scheidsrechter zag een technische fout. Het net is aangeraakt en de bal gaat dus en de punten natuurlijk weer naar de tegenpartij, naar de Sliedrecht. En het begint er nu langzamerhand op te lijken dat het niet meer goed komt met Fles. En dat het een hele moeilijke volleybalmiddag gaat worden. En trainer Halsema bereikt een tweede wissel voor. Het spelletje moet om. Er moet iets gebeuren, want anders gaat het fout met Fles vanmiddag. Monique Boer mag serveren. Een mooie serve. En een foutje bij Sliedrecht. En zo loopt Fles weer een puntje in. Dat was weer zo'n supersnelle aanval van Sliedrecht Sport. Maar Fles vanmiddag geen antwoord op kon vinden. We hebben even een klein sprongetje in de wedstrijd gemaakt. En het is 24-18 en Fles is aan opslag. Dus ze mogen geen fouten meer maken. En dat is 25-18. En ook de tweede set is gewonnen door Sliedrecht met 25-18. En nu moet het al heel raar gaan lopen. Wil Fles deze wedstrijd nog naar hun hand zetten?
En de derde set begonnen ze weer goed. En Sabrina Scholten mag weer serveren. En Monique geeft aan waar ze de serve graag wil hebben. Friedrich Sport weet dit nog weer op te vangen. Maar de dames van Fles speelden toch deze derde set, vooral in het begin van deze derde set, behoorlijke volleybal. Maar de dames van Spiedrecht, ja, ze waren niet zo 1, 2, 3 te pakken. En dit weer zo'n prachtige, snel lopende aanval. En dan zijn de dames van Fles gevaarlijk. Een puntje erbij, service terug. En afmaken. Voorbij. Het blok ging goed omhoog en lopen ze weer uit. En Josien Lamijn aanserve. En dit zijn weer van die balletjes. En ja, dat ging dan net naast. Maar dit is weer een beslissing van de scheidsrechter. Ze waren het er niet mee eens. Maar, en dat gebeurde maar zelden. Ik dacht dat het dus twee keer in de hele wedstrijd was gebeurd. En dan legde men zich ook vrij snel bij de beslissing van de scheidsrechter neer. En dit keer was het in het voordeel van de dames van Fles. En u ziet het aan de beelden, de dames van Fles lopen uit. En Spiedrecht, de dames van Spiedrecht beginnen een klein beetje zenuwachtig te worden. En nu proberen ze onder druk te houden. 5-2 voor Fles, maar... We kunnen het voor wegnemen. Het lukte de dames van Fles niet om de dames van Sliedrecht Sport onder druk te houden. En ze kwamen zelf weer onder druk te staan. En wij nemen nu eventjes een sprongetje naar het eind van de wedstrijd. Even deze bal wel meenemen. En die gaat nog uit. Maar ik zei het al, de dames van Fles, ze konden het niet redden. En trainer Halsma probeert nog het allerlaatste. Nog eventjes weer een time-out. Maar ja, het zou niet mogen baten. Liane Okhuizen mag voor Sliedrecht Sport weer serveren. En dit is weer zo'n prachtige, snelle aanval van Fles. Ze kunnen het wel, maar... Het gebeurt eventjes te weinig. En ja, dan laat je toch je tegenstander in het spel komen. En Josien mag weer serveren. Deed dat goed, maar dan heb je weer die snelle aanval van Sliedrecht Sport. En is het 18-13. 5 punten achter in de derde en zeer waarschijnlijk de laatste set. Fles probeert nog terug te komen. Maar het is haast onbegonnen werk tegen deze ploeg uit Sliedrecht. Monique
serveert, doet dat goed. Maar dan is daar weer dat technisch foutje, dat foutje bij Fles. En daar profiteren de dames van Sliedrecht van. En dat is gewaagd, gedurfd, een prachtige aanval van Fles. Die mag serveren, is de stand 20-24 voor Sliedrecht. En is het eigenlijk, ja, setpoint voor Sliedrecht. En dit is punt 25 voor Sliedrecht. En de wedstrijd gaat dus voor Fles met 3-0 verloren. Maar het was een leuke volleybalmiddag. En het is echt de moeite waard om volgende week naar de sporthal te komen om Fles te steunen in de laatste thuiswedstrijd.